Dag dames en heren, goedenavond. We hebben twee zeer uiteenlopende onderwerpen vanavond. Waarvan je op het eerste gehoor zegt, nou, die hebben dus niets met elkaar te maken. Maar in de paranormale wereld is echt alles mogelijk. De eerste is naar aanleiding van een boek, Je hoeft niet bang te zijn, van de hypnotherapeut Rob van der Wilk. Want in de paranormale wereld zijn toch mensen heel vaak bang. Maar in de gewone wereld ook. En nou schijn je dat goed op te kunnen lossen door een paar hypnosesessies. En het andere onderwerp wat we hebben is karma, je levenslot. En dat is allemaal gekomen omdat we, tenminste voor mij, vorig jaar in India waren bij Sai Baba. En ik geconfronteerd werd met het fenomeen, want het is het eigenlijk, de palmbladbibliotheek. En daarin, in die palmbladbibliotheek, zijn allemaal bladeren, palmbladeren. En daarin staat jouw lot. Onbegrijpelijk eigenlijk, maar hier is een man die er alles van weet. En dat is Sanatan Zwemer. Hallo. Hallo. Hoe werkt dat nou, zo'n palmbladbibliotheek? Zijn dat echte palmbladen? Het zijn echte palmbladen. Ik heb toevallig een voorbeeld meegenomen hier. Ja. De palmbladen waar we over gaan praten, die zijn eigenlijk groter. Dit is een kleiner model. Maar, ik dacht dat ik gezien heb, zijn... Die zijn groter dan deze. Ja, nee. Oh, zijn die groter? Ja, ja? Dat is, ja, ja, ja. Hand daar maar. Bij jou. En dit is dus gemaakt van palmblad. En daar is dus in gekrast in Sanskriet. En daarin staan dus de kennis die aangeeft wat er gebeurt in de levens van mensen. Ja. En deze kennis... Ik leg hem eigenlijk even zo. Ja, oké. Okay. Ik ben een beetje neer dat de camera hem ook kan zien. Hm. Ja. Hoe oud zijn die bladeren? Niet deze, want die is... Maar hoe oud is die bibliotheek? De bibliotheek zelf op palmblad is ongeveer 300 jaar oud. De kennis die erin staat is ongeveer 5000 jaar oud. En dat wordt regelmatig overgeschreven? Nee, een heleboel van die bladen die kunnen honderden jaren kunnen die bestaan. Die kennis is in de eerste tijd dus oraal doorgegeven. Dus van vader op zoon. Ja. En op een gegeven moment is dat zo'n 300 jaar geleden is men begonnen om dat op te schrijven. Oh, zit dat zo? Het is automatisch van vader op zoon, hè? Ja, het zit dus meestal in families. Ja. Dus er zijn meerdere palmbladbibliotheken in India. Ja, ik weet er van één andere. Die in de Punjab zit, daar ben ik zelf niet geweest. Maar er zijn inderdaad meerdere plaatsen waar het mogelijk is. Ja. En overal zie je dat dus die kennis op een gegeven moment doorgekomen is via een rishi, via een heilige, via iemand die een hoger bewustzijn heeft. Een wijze man eigenlijk. Ja. En deze wijze mannen die komen tot het hoger bewustzijn via meditatie. En daardoor hebben ze toegang tot die hogere kennis, zal ik maar zeggen. En je kunt het een beetje vergelijken met een radio. Als wij normaal met elkaar communiceren, zou je kunnen zeggen, nou, we zitten op de middengolf of we zitten op de korte golf. Ja. Maar als je mediteert, dan kom je als het ware op een lange golf terecht. En in de lange golf krijg je dan inzichten en krijg je informatie, omdat je daar toegang toe hebt. Waar wij normaal op de middengolf en de korte golf geen toegang toe hebben. Maar wij normale stervelingen met beide benen op deze aardbodem rondlopend, wat heb je daar nou eigenlijk aan zo'n palmbladbibliotheek? Zij zeggen dus zelf dat het inzicht geeft in wat de bedoeling is van dit leven. Uh-huh. Wat je taak is in het leven en wat je daar moet uitvoeren. En dat je dat zo goed mogelijk uitvoert. En dat je daar ook naar leeft, als het ware. Het is dus ook een levensstijl. Maar het is dus echt karma, je levenslot. Want het staat vast, hè? Alles staat erin. Alles staat erin, ja. Want er gebeurt toch zoveel in een mensenleven dat je denkt, nou, dit is niet de... Dit kan gewoon niet meer. En het blijkt dat alles wat er in je leven gebeurt, dat het vaststaat. Als ik tenminste de palmbladbibliotheek moet geloven. Het staat allemaal vast. Wat ik ervan begrijp is dat het een soort systeem is. Dat ze niet voor elke persoon die daar komt één apart boek hebben. Ik doe zelf een astrologie uit Burma. En daarin heb je een basis van 58 archetypes. En ik kan me voorstellen dat je een systeem hebt waarin je bijvoorbeeld 500 archetypes hebt. En dat dus iemand die daar komt... Ik ben het kwijt. Wat zijn archetypes? Een prototype van mens. Oh. Een soort mens, zal ik maar zeggen. Ja. Zoals je, als je om je heen kijkt, dan zeg je, nou, dat is een macho en dat is een aardige iemand en dat is niet zo aardig iemand en met alle karakters en zo. Ja. En
Als je dus 500 verschillende types hebt, zal ik maar zeggen... dan is dat behoorlijk gedetailleerd. En dan heb ik het niet over één leven, maar dan heb ik het over een serie levens. Ja. En als je dus een patroon hebt waarin je dus zegt van... dit soort type heeft dus over een hele serie levens heen... dat soort levens volgen elkaar op. En met de gegevens van je geboortedatum, van de plaats waar je geboren bent... die hebben ze nodig om dus op te zoeken in hoe je dan... wat jouw type is, als het ware. Zou je het, want omdat je astroloog bent, zou je het kunnen vergelijken met astrologie? Ja, nou, ik zie het eigenlijk zo dat de kosmos is eigenlijk een organisme. En alles is in contact met elkaar. En zoals je dus in het lichaam ook je teen heeft contact met je oren, het is allemaal connected. Dus het allemaal staat in contact met elkaar. En zo heb je dus dat alles wat er gebeurt op de planeet, buiten de planeet, de sterren en zo, dat heeft allemaal een relatie met elkaar. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat het een invloed van de planeten is op je karakter. Maar er zit een relatie tussen de twee. En dat betekent dat bijvoorbeeld met bepaalde standen... dat ook bepaalde karakters die op die tijd geboren zijn met die standen... dat die een bepaald patroon hebben. Ja, ja. En zo heb je bijvoorbeeld met acupunctuur... dat bijvoorbeeld je voet zo of je handpalm... is een plattegrond van je lichaam. Je kunt dus met bepaalde punten kun je dus bepaalde organen aantippen... zonder die organen zelf aan te raken. Nou ja, juist omdat ik ook in India gesproken heb... met de meneer die in de tempel werkte. Toen dacht ik, nou, als dan toch alles vast zou staan in je leven... dan wil ik dus niet mijn toekomst weten. En het is echt waanzinnig wat daaruit komt. Books. How many leaves are in there? It's different. We cannot say. It will vary to one bundle to another bundle. And size also. Different sizes? Yes, different sizes. How old are they? This knowledge is 5,000 years back. It was given by Shuka Maharshi. But media will change. It is in the palm leaf now. Yeah, according to our... according to our philosophy and according to our information, every 800 years this media will change. Now it is in the palm leaf. Yeah. And this media will change in some other way. But my duty here, I cannot go for copying this one. Copying no, never. I have to read and I have to give the meaning of that. That's all. That is my duty. Can we see one? Yes. And that's not my life, huh? It's not your life. No, no, no. It is like index books. How long did it take him to make this library? Have you any idea? No. Maybe his whole life? Is a wisest among the sages. You can see in computer how you are going to store all the information within a small unit. Like that, one leaf can give life so many life. It's just like his mind, just like computer mind. You learned it from your father? Yes, we have learned from our father. For this... You said we? We, all four family members. Oh, I see. We are four brothers. And they can read? They cannot read. This is not permitted for them. Uh-huh. You're the only one? It was permitted only for me. Is it a big responsibility? Yes. Yes, it's a big responsibility. Say, giving prediction to the people is a big responsibility. That's why one Sanskrit word can give 100 meanings. That's why I'm whatever the information I received, I'm going to give to them. It is a mutual understanding between who is going to take the information and who is going to give the information. Because he has written with a lot of intuition. That intuition, we cannot reach that level. So that's why I'm giving all the meanings. Mm-hmm. So whichever applicable for his life, for that person can take that all within that meanings. That's why I will give all the meanings. That's why I told many meanings for one information. Why are some leaves bigger and some are very small? Yes, that is... Is it a short life? Yeah, no, not like that. Oh. Some books, these books are as indicate, these are index books.
It will give only the part, some part of the life, and it will refer for other book. The size of the books is not important. The quality of information is important. I see. Yeah. And how come that my life is in Indian palm leaf? Because soul is moving different places, no? Yeah. You are born now in this life in different country. But it has written like soul, not as not by this life. It is based on your incarnation. So according to our faith, who are coming here, they will have a karmic link. That's why they're coming here. They will take information. They are going to take information for every life to purify their knowledge, to purify the soul. Before 8 years back. Since from 4 years he is doing. 1990 his brother died. After that he has taken up this profession. Mm-hmm. So since from 4 years, every day he is doing. And you like it? Yes. Nowadays, before that I was not interested in this. When he comes to this profession, then I have involved in the profession. Mm-hmm. Because I didn't know, because I am from other family. Totally other family. I didn't know about this knowledge. When I married, I was not believe in this, all these things. And the people forced him to do this profession. So I have sit few people's readings. Then I have believed that there is some knowledge in this book and in this palm leaf. Yeah. So on that onwards, I have given a lot of encouragement to him and supporting him. Namaste. Bhagavan Sri Shuka Maharshi speaking to you. You are destined to have this information in the planetary period of Jupiter. Jupiter period is going on in your life. If you want to write, you can write. I do. And according to the Shuka system of astrology, every person's life is divided by the planetary period and studied them. Like that, the Jupiter period is going on in your life. At the time of birth, you was born in Venus period. After Venus, the Sun period came. After Sun, the moon period moon period. After moon, the Mars period came. After Mars, the north to north planetary period was there. Till that, this planetary period was there. Okay? Since from eight months, yeah. You are destined to have a new power is coming in your life, new power. The new power is coming in your soul. Understood? The new power means the new energy, like a communicator. Your communication energy is improving. Is improving like a spiritual medium. And your communication inspiration is going high. Because the quality of Jupiter is like a communication. You have quality of Jupiter. That means your soul came to this life to act as a communicator, not act as a creator. Before you was a creator. Understood? Yeah, I do. You was a creator. You had done some art creation and also teaching of creation. It's true? Yes. You was an actress before? No. Or you was a creator of actress?
Not really actress, I'm working for radio and television. Okay, you are a creator, now you are a communicator. Yeah. Understand? Yeah, I have to think about that. You want to know only the past, you don't want to know the future. I'm afraid about knowing about the future. But your future is a good future. You are going to purify your soul in the future. But your mind is not permitting to have the future. Don't worry about this. But your future is going to be improved like how from no moon day to full moon day, how moon is rising like that. Your life, your future will be rise. Your life will be bright. You are born in a family like 5 members family. Totally, your father had 3 children. Including father and mother, you was 5. It's true? No, I grew up with a sister and a grandfather. And your mother? No, when he was born. And my mother. When he was born, it was 5 members family. Yeah. Understand? Yes. You were born in a 5 members family. Yes, that's true. That's absolutely true. And you were born and you are developed with not by the influence of your family, it was the influence by other family, like your grandmother family, like that. That's true. Your mind prepared to become independent. When you was 11 itself, you think you want to be independent. Okay? When you was 16 to 17, when you was 16 to 17, your actions towards profession was started. You started your profession. Yes. Is a creation profession? Yes. What type of profession you have started when you were 16? Disc jockey. What? Disc jockey. Working for radio at the age of 17. You have done some operating profession? Operation. That is operating the radio like that. Yes. You can take like that. Yeah. Are you controlling the music like that? Yes. The type of work you have started. So when you was 21, after 4 years or 5 years, 20 to 21 you can take. There was a change of lifestyle for you. Yes. You became a married person, I can say. Yes. It's true? Yeah. Your partner was a creator. He was also a creator. Yes. He was a director, I can say, according to this meaning. You're absolutely right. From him, you're supposed to be a mother for 2. Yes. You became mother for 2. Yes. And 29 to 30, you were separated from him. Yes. It's true? For a moment. Physically and mentally you were separated. Yes. 30, again you started creative profession. You stopped sometimes the profession. Yeah, absolutely. After the marriage. I changed on that age from radio to television. Yes. 30, when you were in the year of 19. Where was it? I will tell you. In the year of 1971, yeah. There was a change. Big change. Big change for you. Yeah. And after 79 to 82, that is your age 38 to 41, there was a change of partnership, totally it is time. Yeah, that was my divorce. He was a musician, no? Yeah. By this partnership, your psycho power was started. You became slightly have more power in psychology. Yeah. And your medium power has started. Some indication was came that particular time. Your information today is to develop your potentiality towards to be a medium. This information is going to develop your potentiality towards to make you as a medium. You can be a medium. The 2 actions were started from 8 months back. Yeah, I'm surprised about that. That Jupiter period is 16 years. That power will come to you. Creation and communication is your purpose of this life. Okay? You want to ask anything, you can ask me. No, it's amazing what you said. But... Okay. Are you interested in mantra? Yes. The mantra of Narayana is best for you.
The mantra of Narayana is Om Namo Narayanaya. This mantra you have to do. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. This mantra you have to do. Okay. This mantra will give a lot of energy for you, for creation and communication. Okay? You have another profession like communication, like psycho-healing. Psycho-healing or mind-healing. You will going to do some workshops or you will going to do some spiritual advices to the people. Really? Yes. It will come. That power will come. Okay? Really? Are you not interested? I'm interested, but I never thought about that. But since from 8 months you got that power. Okay. That's why you came to this place and you're going for spiritual places. You now is a researching for you. Yeah. Then you are involving in that knowledge. Divine is taking you as a researcher now. Understood this? Yeah. Then you are going to involve in that. You will find some power in these knowledges. Okay? Okay. I can say there is, within 4 years, there will be a lot of changes in your ability. Okay? Or within 4 years, you are coming to here to know more. Shall I close? Yes, you can. Thank you very much. Fascinerend, hè, zoiets. Je denkt, die man heeft die story de weekend in de privé gelezen, even van tevoren. Maar zomaar in het midden van India staat dan mijn lot ergens in zo'n palmblad. En aan de andere kant, u hoeft zich niet ongerust te maken, hoor. Ik word niet de nieuwe Jomanda. Ik vind dit vak veel te leuk, dus ik ga voorlopig door met tv. En als ik heel oud ben, met radio. Maar goed, straks na de reclame gaan we van Rob van der Wilk, de hypnotherapeut, horen hoe je angst kan wegnemen. Dat is ook belangrijk, dus tot zo. We gaan het hebben over angst. Dat wil zeggen, liever nog, hoe je die angst kan wegnemen. Want bij ongelooflijk veel mensen heerst angst. Misschien omdat ze iets hebben meegemaakt in hun jeugd. Misschien zelfs, en dat weten we dankzij de vorige uitzendingen, dat ze iets meegemaakt hebben in een vorig leven. Maar dat is even iets anders. We doen dat naar aanleiding van dit boek, Je hoeft niet bang te zijn, door de hypnotherapeut Rob van der Wilk geschreven. Rob is niet alleen hypnotherapeut, maar je bent ook paragnost. Ja. Ik las jouw verhalen en ik heb toen zelf aangeboden om het voorwoord erin te schrijven, omdat ik dacht, ik moet hier iets aan toevoegen. Want wij krijgen natuurlijk ongelooflijk veel post. En als je al die brieven leest, dan lees je ook dat er zo ongelooflijk veel angst is bij mensen. En wat staat er nou in het boek van Rob? Die heeft diverse gevallen. Een aantal hypnosesessies en mensen zijn van hun angst af. Even iets over dat hypnose, hè? Kun je mensen helemaal hypnotiseren dat ze echt helemaal boem weg zijn? Nou, dat is niet zo de bedoeling, Tineke. We hebben drie elementen, hè, ja, waar ik mee te werk ga. We hebben dus het gevoelsleven, we hebben het gedachtenleven en we hebben het fysieke leven. Die drie elementen die zijn in de regel uit balans. Hè. Het een of het ander is te zwaar belast. Als het gevoelsleven door allerlei emotionele toestanden te zwaar belast is, hè, dan wordt het gedachtenleven, dat duwt daartegen. Hè, dat wordt daardoor bewerkt door de loop der jaren heen. En wreekt zich mogelijk uit in het lichaam met allerlei lichamelijke klachten. Door middel van hypnose te gebruiken, hè, bepaalde ontspanningstechnieken, vergaande ontspanningstechnieken, waardoor er een situatie van hypnose intreedt, is het in ieder geval voor mij als hypnotherapeut, is het mogelijk om toe te treden tot het gevoelsleven van iemand, dus zijn diepere gevoelsleven en zijn diepere gedachtenleven, en die combinatie vrij te krijgen, hè, dus terug te gaan naar, zeg maar door het voorgesprek wat ik heb gehad met de cliënt,
terug te gaan naar een bepaalde oorzaak te zoeken. En dan komt die angst vrij. Dan komt dat, die emotie komt vrij. Hè? Dat kan gepaard gaan met huilerigheid. Dat kan gepaard gaan met angst. Maar die angst die al jarenlang zit, dat kan er 2 jaar zitten. Dat kan er 1 jaar zitten, maar dat kan er ook 30 jaar zitten. Ja. Die komt vrij. Doordat dat vrijkomt, krijgt men direct tijdens een eerste sessie zeg maar een catharsis, een gevoel van ontlading, een gevoel van bevrijding. Dat geeft een heel relaxed gevoel aan iemand die jarenlang in die angstcyclus heeft geleefd. Nee, maar je zou kunnen zeggen, als je denkt in therapie, dan begint in wezen de therapie pas. Hè? Dan ga je iemand dus helemaal helpen, want dat hele, al die gebeurtenissen komen vrij. En dat moet je allemaal uitzoeken. En dat kan, ja, dat kan de aanleiding van alles kunnen zijn. Dat kan zijn incest, dat kan zijn slaag, mishandeling, ja, noem maar op. Het zijn ook thema's die de laatste paar jaar... Zeg maar, ook steeds meer tot de openbaarheid treden. Dat mensen daarover hulp gaan zoeken en daarover durven gaan praten. Dat er dus eigenlijk ook nieuwe wegen komen. Een daarvan is dan de hypnotherapie. Om daar daadwerkelijk absoluut iets aan te doen. Ik wou even weten van jou. Mensen zijn vaak bang om onder hypnose te gaan, omdat ze denken dat ze dan dingen gaan doen die ze in het normale leven niet zouden doen. Ja. Is dat zo? Dat is een verkeerde gedachte. We hebben natuurlijk de recreatieve hypnose. En we hebben de therapeutische hypnose, de recreatieve hypnose. Ja, dat is denk eens aan een citroen. Je geeft... Ja, dan ga je dus echt suggestief te werk. Dat je iemand de suggestie geeft die daar echt vatbaar voor is. Dat hij dus een hele andere beleving ervaart. Dat hij een kippetje is of ander een grapje. Ik breng iemand in hypnose en ga dan naar een bepaald levensjaar waarvan ik vermoed of veronderstel of waarvan ik weet dat daar ergens de oorzaak van een bepaald probleem is. Dus het verhaal wat komt, wat loskomt, wat vrijkomt, is van de persoon zelf, is van de mens zelf. Dus daar luister ik naar, daar ga ik mee in gesprek. En dan kan ik dat dus nogmaals eerst vrij krijgen, maar dan kan ik het ook veranderen. Ik kan het bijsturen, ik kan dat heel diep in wezen. Is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Ik wil er niet te interessant over doen. Als een soort psychische operatie, als het ware. Ja. Want zo ver, zo diep ga je wel. Hè? Je komt bij de diepste, de allerdiepste gevoelens van een mens terecht. En dat gebeurt in een hele fijne situatie. In een rustige praktijkkamer, op een aangenaam liggende bank. In een rustige, aangename sfeer. Gewoon een rustige, klinische sfeer. En daar gebeurt werkelijk helemaal niets wat een ander niet wil. Er gebeurt absoluut niets wat een ander niet wil. Mits je een goede hypnotherapeut hebt natuurlijk. Vooropgesteld. Dat wil ik er even bij zeggen. Anja Redijk, jij bent wild enthousiast over de hypnotherapie. Waar was jij bang voor? Voor bijna alles wat te maken heeft met, zoals ik het noem, de witte wereld. Medici, paramedici en alles wat daar tussenin hangt. En daarbij komt. Ja? Maar echt... Panisch, fobisch. Panisch. Niet naar het tandarts willen, doodsbang voor ziekenhuis. Afbellen, afspraken maken, afspraken weer even snel afbellen. Een ramp. Ja. Compleet uit mijn dak. Me helemaal totaal niet meer mezelf in de hand hebben. En, ja, onbegrijpelijk. En toen? En weet je ook waarvan het kwam? Wist je ook waarvan het kwam? Mijn moeder is 9 jaar geleden overleden en voordat zij overleed heeft ze heel duidelijk te kennen gegeven dat ze absoluut tegen euthanasie was. Mijn moeder was een gelovige vrouw, dus ze vond dat ze haar eigen leven niet in haar eigen hand mocht nemen. En daarbij dacht ze ook dat een pijnbestrijding moest voldoende zijn. Tegen haar wil in is er toch euthanasie gepleegd. Buiten het schuldgevoel wat je dan op een gegeven moment daar toch over op gaat bouwen. Of dat terecht is of onterecht is. Ja, misschien niet echt ter zaken doende. Maar het knakt je vertrouwen. Je vertrouwt niets meer. Mm-hmm. En zeker geen mensen die aan die kant van de wereld staan. Je hebt oudere broers. Je bent de jongste uit het gezin. Ja. Je hebt heel lang alleen met je moeder geleefd. Of je bent heel lang alleen met je moeder geweest. Ja, ik ben een nakomertje. En ze waren allemaal zo'n beetje wel getrouwd. Dus jij was zeer close met je moeder. Close. We hielden een heleboel van elkaar. Ja. Ja. Wat maakte je nou zo bang ineens? Bang het feit dat je machteloos staat. Dat ze dood was gegaan of dat het versneld is, dat proces. Wat maakte het nou zo dat jij zo over je toeren was ervan? Voornamelijk dat het dus mogelijk is dat je als mens... Ik denk dat elk mens op zich al heel erg waardevol is. En dan blijkt op een dag opeens dat één arts met één simpel ampulletje... van wat voor spulletje dan ook... een einde kan maken aan een leven. En dan ook nog tegen je wil in.
Ja, en op dat moment niet voor opgeleid. Hoor. Nee, mijn moeder was op dat moment absoluut niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. Ze zat compleet onder de morfine en de methadon. Dus. Ja. Dus ik vond dat ik de aangewezen persoon geweest had moeten zijn die dat voor haar had opgeknapt. Ja, en de anderen wilden het wel. Ja, de helft wel, de helft niet. Ja. Maar dat heeft geresulteerd in jouw angst voor alles wat maar een witte jas had. Ja, compleet. Wat is er gebeurd? Hoe kom je er eigenlijk bij om naar Rob van der Wilk te gaan? Hoe kom je erbij om sowieso naar een hypnotherapeut te gaan? Naar aanleiding van jouw programma. Oh. Ja. Ja. Daarin hoorde ik Rob praten en ik vond het eigenlijk op zo'n hele natuurlijke wijze gaan. Dat ik dacht van, goh, ja, laat ik het eens proberen. En ik ben meteen de volgende dag heb ik RTL gebeld en Rob zijn naam opgevraagd en een afspraak gemaakt. Ik kwam daar de eerste dag gigantisch bang en helemaal verkramd binnen en ja, onbegrijpelijk, maar waar. Rob wil ze toch op een of andere manier wel mijn vertrouwen te winnen en me zelfs liggend op een bank te krijgen. Dat durfde je niet? Daarvoor. Bijna niet, want als je gaat liggen, dan ben je machteloos en dan moet je overlaten. Ja. En dat is iets wat ik eigenlijk niet meer kon. Hoeveel sessies, Rob, heb je met haar nog gehad? Een stuk of vier. Stuk maar of vier? Ik ben met Anja nog bezig, hoor. Ja. Want dat is net wat ik daarnet ook zei, want je kan dat wel openmaken, je kan het dan vrij krijgen. Hè, dan komt die bevrijding, dat gevoel van bevrijding in een gevoelsleven komt vrij. Die bekropte angst van al die jaren komt vrij. Hè, en dan komt die verbetering, die treedt in. En dan durft zij ineens op een fijnere manier, zeg maar, te leven. Simpelweg naar de tandarts te gaan, dat maakt even allemaal niet uit. Alles wat ermee te maken heeft, daar gaat ze dan ineens makkelijker mee om. Maar dan toch zit ze nog steeds een beetje in die twijfelzone. Dat die angst heeft de neiging om terug te komen. Je kan dan spreken van een soort herhalingsangst. En dat komt heel veel voor. Van mensen die langdurig in een spanningsveld hebben geleefd, hebben gevoeld. Dat die angst voor de herhaling, die roept dan ook weer de angst op. Dus daarom komt Anja nog wel regelmatig bij me. Net zolang totdat wij eigenlijk besluiten tot dat niet meer hoeft. En dan nog laat ik altijd de deur open op een kiertje. Dus altijd kan men weer, net zoals bij willekeurig andere specialist, kun je terugkomen natuurlijk. Mocht er iets zijn. Toch al? Ja, toch? Ja, ik ben er nog niet, maar ik denk wel daar ooit te komen. Voorlopig lopen we samen op de weg en ik hoop hem eens toch helemaal alleen te eindigen. Ja. 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 Nou, maar dat is goed. Je moet vertrouwen hebben in iemand natuurlijk. Ja, eindelijk weer. Ja. Rob, je had het er straks ook over incestslachtoffers, hè? Ja. Nou, zijn dat zulke traumatische ervaringen dat van de meeste mensen die ik ooit heb gesproken, blijkt dat zo definitief te zijn voor de rest van hun leven, dat als jij zegt een aantal hypnosesessies, wat komt daar dan uit? Wat doe je dan met ze? Ik zoek het moment op dat het gebeurd is. En dat is toch vreselijk? Dat is ook vreselijk, maar het is nog vreselijker, zeg maar, voor degene die dat in zijn gevoelsleven meedraagt zonder al te grote duidelijkheid. Het is niet duidelijk. We praten hier meestal over vrouwen die het slachtoffer daarvan zijn. En zo'n ervaring die ze dan gehad hebben, of meerdere malen gehad hebben, of meerdere malen per dag gehad hebben, jarenlang. Het is natuurlijk van de zotte dat je erover spreekt dat gebeurt. Maar dat gebeurt en dat gebeurt nog steeds. Ja, en hoeveel keer? En het komt dus ook mede door dit soort programma's komen die dingen steeds meer bij de mensen thuis in de openbaarheid. Men gaat over zijn eigen problematiek denken en gaat dan eventueel een weg bewandelen om hulp te zoeken. Maar ik leid ze werkelijk naar de herbeleving. Ik laat ze het herbeleven. Ik laat het gebeuren, Tineke. Opnieuw gebeuren, tot in de kleinste details. En wat blijft er dan van ze over aan het eind van zo'n sessie? Ja, bevrijding. Echt bevrijding. Waar? Absoluut een vorm van bevrijding. Dus ze weten, even de vrouw in het algemeen, dan hoe het eigenlijk precies gebeurd is. Omdat ze het overgrote gedeelte is allemaal verdrongen. Ah. Dus ze hebben vage beelden en vage gevoelens daarvan. Maar ze leven continu, zeg maar, in die angst. Ze weten dat het hen is overkomen. Maar ze durven het vaak niet echt ook een naam of de persoon aan te wijzen. Ze kunnen er niet over praten. En het wonderbaarlijke is, dat vind ik zelf ook wonderbaarlijk, dat als er zo iemand met een dergelijk probleem bij mij komt, dan wordt er wel over gesproken. Dan komt het gewoon vrij. Direct in het eerste gesprek, direct in de eerste sessie, breek ik met ze door. Maar nogmaals, dan zijn we er nog niet. Maar
die adem. De mensen kunnen weer leven. Je kan weer Het gebeurt weer. Hè? Ja. Zo'n sessie hebben we gefilmd van Rob van der Wilk met Margriet Flipsen. En het is natuurlijk nergens voor nodig dat we zo'n hele sessie laten zien. Dat zou voor Margriet ook niet goed zijn. Maar om u een indruk te geven en vooral de slachtoffers die thuis zitten te kijken, die hebben hier gegarandeerd iets aan. Margriet, toen jij 4 jaar oud was, had jij toen naar je zin als kind? Nee, natuurlijk niet. Hoe kan je dat nou vragen? Dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. Waarom was dat zo verschrikkelijk, Margriet? Mijn vader is wat vaker thuis. Hij was meestal weg. En hij was vaak naar het buitenland. En hij is nu thuis. En dat is gewoon heel eng. Waarom is dat zo eng? Ja, het is gewoon heel eng. Waarom? Ja, dat zeg ik niet. Waarom? Dat kun je mij rustig vertellen. Dat weet je toch? Jawel. Jawel. Wat is er zo eng aan jouw vader? Nou, hij drinkt wel eens wat, weet je. Dan, dan doet hij ineens zo raar, denk ik. Ik denk dat het door dat drinken komt. Ja. Dan doet hij heel gek. Je bent 15 jaar. Ik wil weten hoe jij je voelt toen jij je meisje was. Van 15 jaar. Beroerd. Bijna net zo beroerd als toen ik 3 was. Ik heb een zelfmoordpoging gedaan, maar die is mislukt. Dat vind ik heel erg. Waarom? Dat die mislukt is. Waarom heb jij een zelfmoordpoging gedaan? Ik wil niet meer. Ik zie niet meer zitten. Waarom wil je niet meer leven? Dat wil ik niet meer. Ik weet het niet. Ik vertrouw mensen niet. Ik vertrouw mezelf niet. Ik vertrouw niks. Niemand. Helemaal niemand. Nee. Mezelf ook niet. Ik wil weg. Woon je nog thuis? Ja. En mijn vader is thuis. Mijn vader is ontslagen. Ja. En die is thuis. Ja. Dat vind ik heel erg. Wat voel je voor die man? Niks. Het is last. Last. Ja, last. Ik was net gelukkig en nou komt hij weer thuis. Je bent 28 jaar. Ik weet dat je vader al jaren overleden is. Laat je vader maar los. Hij is nog steeds bij me. En daarom kan ik hem niet loslaten. Toch proberen, Margriet. Loslaten. Onbelangrijk. Onbelangrijk maken. Je hoeft het verleden niet te vergeten, maar wel loslaten. Je kan het niet vergeten. Maar het hoef je ook niet meer te benauwen. Te beknellen. Je gevoel van binnen te benauwen, te beknellen. Makkelijk, makkelijk. Je voelt je een stuk prettiger. Hoe was je eraan toe, Margriet, voordat je naar Rob ging? Nou, het was eigenlijk min of meer toeval. Ik had last van enorme faalangsten. Ik durfde bijvoorbeeld langs een trein niet meer te lopen. Bang voor mensen. En ik kon mijn werk dus niet meer doen. En toen ben Wat ik, doe je? Ik ben schoonheidsspecialiste. En dat aanraken van mensen, dat kon ik niet meer. En toen ben ik ermee gestopt. En dat was vorig jaar. En toen ben ik bij Rob gekomen. Hoeveel van dit soort sessies heb je nou gedaan? Het zijn er 3 geweest. Ja. 3. Je vader is gestorven, hè? Ja. Ja. Maar hoe voel je je nou? Ja, goed. Fantastisch. Ja? Ja, het is echt stukken verbeterd. Ik was voor die sessies enorm onzeker. Echt niks. Daarna veel zelfverzekerder. Ik voel wel dat ik er nog niet helemaal ben, maar het gaat toch goed. Nee, want iets wat zo lang heeft geduurd, dat kan niet zomaar in een jaar tijd veranderen natuurlijk. Nee. Hè? Maar kan je uitleggen wat voor jou het verschil is? Want ik denk dan, god, wat moet je dan allemaal doorheen weer? En Rob zegt, ja, je gaat het een naam geven. Hè, je moet beseffen dat die angst er zit. Die angst die vindt geen uitweg. Je weet niet dat het met die verkrachting te maken heeft. En op allerlei manieren krijg je angsten. Dus bijvoorbeeld niet langs die trein kunnen. Ja. Nou, andere dingen. En nu komt die angst eruit en je verwerkt echt die verkrachting.
En je huilt ook om die verkrachting. En het heeft inderdaad wat huilbuien gekost, ja. Dagen, dagen. Maar ja, ik ben er wel vanaf. Ja, dat is... Ik vind het fascinerend. En dat heeft Anja ook. Ja, dat heb ik ook. Ik ben er nog niet helemaal vanaf. Inderdaad heb ik nog wel regelmatig... dat ik dan Rob of zijn vrouw Marian bel en vraag om een extra afspraak. Ja. En jij? Jij denkt gewoon als het nu voorbij is, dan... Nee, ik ga nog wel verder. Ja? Ja, ik ga het wel uitdiepen. Meerdere details, maar ja, het gaat gewoon stukken beter. Het is echt 100%... Het gaat gewoon stukken beter, ja. 100%. Jullie weten precies wat je zegt, hè, onder zo'n hypnose. Ja. Dat wil ik even goed gesteld hebben. Want nogmaals, omdat mensen altijd zo bang zijn dat ze andere dingen doen. Je hoort je eigen stem, je hoort jezelf dat soort dingen allemaal vertellen. Ja, je weet wat je doet. Het is alleen wel zo, wat bij mij dus een keer voorgekomen is... dat je niet meer weet waarvoor je bang bent. Ik was in hypnose en ik werd dus enorm bang voor Rob. Want het was dezelfde situatie. Ja. Ik lag in bed, mijn vader stond naast me. Ja, en hij stond ook naast me. En hij stond ook naast me, dus ik ben Rob met de kussen gaan meppen. Maar we houden het meestal rustig, hoor. Nee, maar het is, voor de rest gaat het normaal heel relaxed. Ja. Wat fantastisch. Ja, dat zeker. Op de bank zitten LRI en Irene Rik en daar ga ik nu eventjes naartoe. Hallo. Zitten jullie lekker op de blauwe bank? Ja. Hallo LRI. Hallo. Waar ben jij nou genoemd? We gaan schrijven. Ja, dan weet ik wel welke. Detective schrijver, hè? Ja. Ja. Vond ik heel mooi. Ja. Luister eens, Irene, in jullie gezin, of jij komt uit een paranormaal gezin, als ik het goed begrepen heb. Aan de moederskant, ja. Komen ze allemaal uit... Dus het was allemaal heel gewoon voor jou, paranormale gevoelens. Ja. Kun je me vertellen wat er gebeurd is? Want het is LRI die ongelooflijk bang is geweest, hè? Ja. Kun jij beginnen bij het begin? Nou, LRI is een hele tijd bezig geweest met boeken schrijven, of met boeken lezen. En hij is eigenlijk de verkeerde kant op gegaan. Hij vanaf zijn 12e jaar? Ja. Hij is meer in magie gaan doen. En eigenlijk heb je het niet in de gaten. Het sluipt er echt heel langzaam in. En Wat deed je allemaal? Nou, ik kan me voorstellen dat je niet alles aan je moeder hebt verteld. Nee, ik had met twee vrienden hadden we een glaasje gedraaid. Oh jee. En ik had met sommige dingen... In het begin kregen we niet contact. Dus ik dacht van, nou, dan doen we met elkaar eigenlijk een wens... om te kijken of het eigenlijk werkt. Mm-hmm. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En nou, ik had dingen van tijd gebruikt, van heden, verleden en toekomst. En medium zenden en ontvangst, want we waren met z'n drieën. En ik had het zo een beetje verdeeld over die twee jongens ook en over mezelf. En ik kreeg veel dingen uit mijn vorig leven. Beelden en andere dingen kreeg ik hier. En die emoties die kon ik gewoon niet verwerken. Dit kon je niet aan? Dus toen zijn we naar Rob geweest. En die heb me na twee sessies al geholpen. Maar voor jou moet dat iets verschrikkelijks. Hoe oud ben je nu, Alain? 19. Dat is dus vorig jaar. Ja, ga maar zitten, Rob. Kom er even bij. Ja. Voor jou moet dat als moeder verschrikkelijk zijn geweest. Dat je kind een lange tijd in een situatie is dat je er niet, dat je er niet bij kan. Ja. Hoe uitte zich dat, zijn angst? Heel agressief. Ja? Heel agressief? Hij zei bijvoorbeeld tegen me van, ik haat je zo. En daarna was hij heel emotioneel. En hij had heel erg wantrouwen tegen ons. En veel huilen en die onmacht. Je kan niks doen. Je ziet je kind, maar je doet niks. Nee. Je kan helemaal niks doen. Snapte je in wat voor situatie je zat? Ja, kon je dat beschrijven zelf? Nee, in het begin eigenlijk niet, maar later werd het me wel duidelijk. Omdat ik, omdat in de familie zat het ook. En ik ging me steeds meer erop concentreren en doen. En toen ontdekte ik steeds meer dingen. En ik vond het wel leuk. En later dacht ik van, door zo'n spel, om iets meer via verschillende demonen en andere dingen, om meer, meer kracht te krijgen of dergelijke. Jongen, jongen, jongen. Ben je aan begonnen?
hè? Jee. En toen kwam je bij Rob? Ja, en na de eerste sessie kon ik al lachen. Dus dat ging ja, want op. Je was heel... Ja, hij was er vreselijk aan toe. Ja? Hij was vergelijkbaar met een zombie. Ja. Zat hij bij mij dus eigenlijk in de wachtkamer. Gewoon zo te zitten met zijn vader en zijn moeder. Helemaal stoïcijns, helemaal zo strak. Helemaal, er was geen enkele uitdrukking. Alles was weg, alles. Hij was helemaal gevangen eigenlijk in dat vacuüm van angst, van spanning. Het enige verschil was dat het bij hem zeg maar van demonische aard was. Nou ben ik daar natuurlijk wel mee vertrouwd. En dat vertrouwen dat ik wist, voelde, waarin hij verkeerde, dat breng ik dan over. Dat is het paranormale, dat breng ik dan over. Ja. Dus ik zit dan niet simpelweg, oh ja, simpelweg, dat mag ik niet zo zeggen, wat te hypnotiseren, wat te praten. Ik neem hem over. Ik neem hem in mijn gevoel. Dus toen kon ik hem bereiken. En daardoor kon ik hem breken. Dus wat om hem heen zat, waar die in zat, eigenlijk in dat levensgevaarlijke. Hè, want het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat iemand als Ellery in zo'n situatie werkelijk verstikt. Maar ook fysiek verstikt. Niet alleen geestelijk verstikt, maar dat is net wat ik net zei. Dan gaat dat op een gegeven moment op dat lichaam en alles blokkeert. Ja. Ja, zijn ouders zaten toen op dat moment bij mij, ook daarbij, bij hem natuurlijk, echt in doodsnood. En dan is het wonderbaarlijke, ook al doe ik dat dan zelf, ook al zeg ik dat dan zelf, ik breek daardoor. Ik breek finaal door die angst heen. Ik haal hem vrij. Ik doe geen rituelen om die duivels en demonen te weren. Hè, maar je zou kunnen zeggen, door je geestelijke kracht, hè, door je innerlijke kracht, hè, verdruk je het wel. Dus die mist ging weg, die duisternis ging weg. En hij kon weer, laten we maar zeggen, in het gewone licht kijken. Net zoals wij allemaal. Nou, dus zijn glimlach kwam terug. Zijn gevoel ja. kwam terug. Zijn aanwezigheid kwam terug. Zijn bestaan kwam terug. En dat alles binnen een uur. Dat is het mooie. Nee? Ja. Nou, heeft Ellery, is een jonge knul, dus die heeft geen traumatisch verleden. Dus ik was daar in wezen gauw mee klaar. Ja. Om het zo maar eens te zeggen. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Ellery zal je begeleiden, want je zei, hij heeft ook paranormale gaven. Dus dan moet hij nu wel in begeleid worden. Ja, oké. Okay. Ja, doen we. De meiden daar aan tafel wilde ik bedanken. Want het is toch weer heel wat als je je persoonlijke verhalen zomaar weer op de tv moet vertellen of wil vertellen. Hè? Want daar gaat het ook om. De mensen willen dat vaak, heel vaak zelf. We zijn geïnteresseerd in uw paranormale ervaringen. Schrijf ons, Postbus 15015, 1200 TV in Hilversum. Rob van der Wilk, hartelijk bedankt. Tineke, jij ook. U hebt het gemerkt, je hoeft niet altijd angst te hebben. Ik ga u natuurlijk wel te rusten toewensen. En nogmaals, morgenochtend ook weer beide beentjes op de grond. En dan hebben wij over 2 weken weer uitzending. En daarin zit waarschijnlijk een bijzondere Italiaan die al wekenlang aan het bloeden is met dezelfde wonden als Jezus Christus had. Dus nogmaals, wel te rusten en tot over 2 weken.